4. Vandaag ga je over de helft. Korte klimmetjes en spectaculaire afdalingen. We wisselen elkaar in hoog tempo af. En daarna volgt een landschappelijk mooi deel over de Hoge Venen. Tot aan Eupen. Na 3 landenpunt finish je weer in Valkenburg. Heel veel succes! Duchenne is natuurlijk een progressieve spierziekte. En daar word je mee geboren. En daardoor wordt er bij Dani geen dystrofie nagemaakt. Dat is een eiwit, een complex eiwit. En dan sterven de spieren af. En er worden ook geen nieuwe spieren meer aangemaakt. Het was ook pas toen Dani 4 was dat wij wisten dat Dani dan een spierziekte heeft. En Dani heeft gelopen tot zijn 8e levensjaar. Zeg maar met 8 is hij in een rolstoel terechtgekomen. Dani viel heel veel. Lopen kostte heel veel moeite. Dus het was een hele opluchting dat hij die rolstoel kreeg. En dan was de wereld weer groter geworden op dat moment. Dani is nu 14 en hij heeft nu dus ook al, kan zijn armen ook niet meer gebruiken. En daarbij heeft hij gewoon chronisch pijn. En dat is nog vervelender, want dat is wel een stempel op de hele dag. Als je 's morgens wakker wordt met pijn, en je hebt de hele dag pijn. En nu is hij dan geopereerd aan zijn rug, dus het is wel iets minder geworden. Maar zijn knieën en zijn onderrug, dat blijft wel gewoon pijnlijk. Een heel vervelend gevoel, want liever zou ik wel alles zelf willen doen. Nou, omdat ik heel veel pijn heb in mijn knieën en mijn rug. Dat is al heel lang. En dat wordt steeds erger en soms weer minder. Ja, dat is heel erg. Het liefst zou je ook willen ruilen met hem. Hè. Laat ik eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk die ziekte. Maar ik zou het zo van hem willen overnemen en hem een normaal leven willen geven. Duchenne Heroes is eigenlijk voor mij, maar ook voor ons gezin, toch een boegbeeld van vrijwilligers. En daarnaast dat ze dat ook nog vanuit die vrijwillige basis dan geld inzamelen om uiteindelijk een medicijn of te zorgen dat deze ziekte ophoudt, niet meer bestaat of het genezen. Ja, dat is natuurlijk het ultieme droom. En ik vind de combinatie daarvan, dat vind ik zo mooi aan Duchenne Heroes. Dat beroert me en dat vind ik mooi. Misschien is het ook zo dat het, en dat weten we ook, daar praat ik me daar ook altijd over, dat het dan misschien voor ons te laat is. Maar laat het alsjeblieft dan dit niet overkomen bij andere gezinnen. Daar gaat het ook om. En dat vind ik gewoon prachtig, dat zij dat doen voor ons. Ja, want ik zeg voor ons, maar uiteindelijk is het wel zo. Ja, dus, dat vinden we heel mooi. We'll be right back.
Gisteren koninginnenrit, vandaag een makkie. Nou, het was warm vooral. Dat kun je wel zien aan me, denk ik. Ja. Hele mooie route, gelukkig wat eerder binnen dan gisteren. Dus ik heb genoten. Heerlijk. Dit ging lekker, ja. Hij rolde er lekker overheen, uitfietsen, hè? Ja, ik ben al een aantal jaren ambassadeur van dit evenement. En ik probeer ieder jaar wel minimaal één dag mee te fietsen. Ik vind het gewoon mooi en ook om iedereen hier bezig te zien. Ja, echt een geweldig evenement. Ik doe denk volgend jaar weer mee. Oh nee, dat mocht ik niet zeggen. De vijfde etappe loopt van Valkenburg naar Herkenburg. In Landgraaf wordt er via de Wilhelmina-Steenberg een bestaande route naar Heerlen gereden. Daarna volgt een avontuurlijke route door dichte bossen langs de Duitse en Nederlandse grens. Over landweggetjes en bospaden eindigen we in Herkenburg. Heel veel succes!